woonachtig hier in Heerenveen. Remy. In één keer weg. En deze mannen, ja, het zijn echt kerels. Rijden ze elkaar niet kapot in deze 1500 meter. Nuis weet dat hij heel snel moet openen om op de kruising niet bagagedrager te vormen voor Koen Verweij. Hij moet weg zijn op die 300 meter. Kan Nuis dat? Tjalf op het puntje van de stoel. Opening voor Nuis. 23-3. Die bocht en hij moet nu heel hard wegrijden. Anders pakt Koen Verweij hem in richting de 700 meter. Nuis is de regerend wereldkampioen. Verweij, Olympisch zilver, u weet dat. Scheelde maar 3000. Dit gaan 25ers worden. Nuis blijft voor. Roest 26-2. 25-2 voor Kjeld Nuis en 25-4 voor Koen Verweij. De twee matadoren, de twee grootheden van dit seizoen. En kijk eens naar het verschil ten opzichte van Patrick Roest. Ja, dit is een heerlijke kruising voor Koen Verweij. Of voor Koen Verweij, voor Kjeld Nuis natuurlijk. Die komt heel hard onderdoor, richting de 1100 meter. Lopen hard weg. Barecourt is van Juskov, 1.43.36. Die kwam hier door in 1.15.51. Met een rondje 26.4. Kijk eens, zit hier vet onder het barecourt. Nuis voor Verweij. Maar nu kan Verweij gaan jagen. Die laatste kruising. Hoe goed zijn de benen nog? Heeft hij nog over Verweij of is Nuis gewoon te sterk? Verweij komt heel hard dichterbij in deze bocht. Een prachtig gevecht tussen de twee mannen die misschien wat de dienst uit gaan maken straks op de Olympische Spelen. Het is Verweij tegen Nuis. Is het Nuis of Verweij? Het komt aan op de laatste slagen. Nou, wat een finish zeg. Fantastisch. 1.43.54 is van Koen Verweij is de tweede tijd. En Nuis met 1.43.48. Een grootse race vlak achter het barecourt van Juskov. En dan laten beide heren zien dat... dit wel eens 1 en 2 kan zijn om te spelen. Wat een waanzinnige race. Ja, want of Juskov daar mag rijden, dat weten we nog niet. En wie kan dit? Wat een tijden. 1.43. Nuis hier jagend op Verweij. Ja, Verweij daar helemaal naar buiten, want hij weet dat... Eens even kijken. Hè. Verweij daar twee keer met zijn schaats door de lijn. Ja, gaat de scheidsrechter daar een probleem van maken. Officieel mag het niet, maar... Ik durf niks meer te zeggen. We hebben er lang niets meer over.